Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Wij hebben afgelopen nacht de nacht from hell gehad. Niet dat er een kindje huilde of zo, maar ze waren allebei wakker. Om 4 uur of zo. En ik was op een gegeven moment helemaal beu. Liam die lag bij ons in bed. En ik had niet meer geslapen vanaf dat moment. En ik was het om 5 uur helemaal beu. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, kom op, bij allebei de luiers gaan verschonen. Ik zeg, en allebei een fles. Ik zeg, ik ben helemaal beu. Ik zeg, en dan gaan ze hun eigen nest in, want er is helemaal niks aan de hand. Meneer ligt bij mij gewoon te lachen. Die ligt gewoon lekker vrolijk bij mij, niet te knuffelen, maar eerder gewoon mij aan elkaar te slaan. Liam, die ligt niet zo zachtjes, rustig. Als hij wakker is, die deelt nogal wat tikken uit met zijn hand. En is niet erg, want dat is natuurlijk ook oefenen en alles. En Jordi, die was dit boe aan het roepen. Ik zeg tegen Niels, ik ben er zo klaar mee. Dus ik heb een fles gemaakt voor allebei. En Niels die heeft de luiers gedaan. En toen heeft Niels Liam de fles gegeven. En ik heb Jordi in zijn eigen bed de fles gegeven. En hij vond het ook nog wel heel grappig eigenlijk. Want dat hij de fles in zijn bed kreeg. Nou, hij had de lachkik hoor. Ik zeg, ja, lach maar. Maar goed. Liam die is alweer wakker ondertussen. Ik snap er niks van, want die is echt gewoon wel een paar uur wakker geweest. En Jordi die slaapt nu nog. Maar die ga ik ook dadelijk. Die ga ik zo dadelijk ook wakker maken, want anders dan is het hele ritme weer in de soep gelopen hier. En dat is niet echt de bedoeling. Dus, maar ja, vandaag in ieder geval proberen om het ritme weer aan te houden. Dan kun je dadelijk nagaan. Dan ligt Liam bijvoorbeeld te slapen en ik zit hier echt zo van... Oh. Van, nou lig jij te slapen en ik moet wakker blijven, verdomme. Maar ja, daar ben je moeder voor, denk ik. En Niels is gewoon werken. Een heel goedemorgen. Er komen 25 corona sneltestlocaties en 7 XL-test. En ook Jordi is wakker. Even met hem een fles drinken en nieuws kijken. En dan, ja, weet ik ook niet wat we gaan doen. Liam slaapt eindelijk. Ik heb eventjes kunnen eten, eindelijk. Het manneke was zo ontroostbaar. Ik heb hem echt nog nooit zo gezien. Ik weet ook al waarom. Daar kwam ik pas achter op het moment dat ik het probleem al op had kunnen lossen. Ik heb gisteravond... heb ik de nieuwe spenen en ventielen, of hoe je het ook kon noemen, van de fles, heb ik afgewassen, uitgekookt en alles. De eerste fles straks dronk je al bijna niet,
ja, niet goed in ieder geval. Toen had ik al zoiets van, wat is er aan de hand? Vannacht ook bij Niels dronk hij hem ook niet super goed. Ik denk, er klopt iets niet. Niet erbij nagedacht dat het dus daaraan kan liggen. Aan de ventiel. Als je dat niet goed open doet. Of in ieder geval als dat niet goed genoeg open gaat. Dan zuigt heel die fles vacuüm. En ik denk dat dat het probleem was. En toen ik de fles goed wou doen. Toen wou ik hem in de box leggen. Toen draaide hij ook nog eens op een bepaalde manier. Waardoor ik hem niet meer kon houden. En toen knalde hij ook nog met zijn hoofdje tegen de spijlen aan. Toen kon ik hem nog net opvangen. Garm, toen was het kwaad al geschiet. Toen was hij helemaal over de zeik. Het was echt, hij is maar zo'n stukje zie op het dekentje en kussen en knuffels terechtgekomen. Dus hij is niet gevallen of zo. Maar hij is gewoon met zijn hoofd, is die bam, zo van de schrik. Hij is ook helemaal niet blauw of wat dan ook, dus... Maar ik denk, oh nee, daar gaan we. Maar hij slaapt gelukkig. En ik zit heel even rustig op de bank. Want ik ben er zeker 1,5 uur mee bezig geweest. Met de Liam die gewoon ontroostbaar was. Dan breekt toch je hart. Bij Jordi ben je het een en ander gewend. Bij Liam niet, want Liam die helpt nooit. Liam helpt alleen als er iets was. Is. En dat was nu. En ik kwam er niet op tijd achter. Dan voel je je eigenlijk heel stom als moeder zijnde. Maar ja. Ik ben in ieder geval aan het uploaden. En ik lig heel eventjes te relaxen. Want ik ben kapot. Ik ben zo moe van vannacht ook. Oh. Maar ja. In ieder geval. Dus ik lig lekker te slapen. Mijn mannetjes. En ik hoor Liam lekker snurken. Dus dat doet me goed. Er zijn hier twee kleine duiveltjes wakker. Ja. Heb je lekker geslapen? Hè? Ze zijn net wakker. Jordi heeft zijn ranja gehad. En Liam die heeft ook lekker geslapen. Hè? Hij heeft net ook zijn flesje al op. Ze heeft alles alweer gehad. Hè? Ja. Ja. Mama heeft ook jouw flesje gelijk nagekeken, hè? Te kijken of dat die daarom vacuüm zog. En volgens mij heeft mama het nou opgelost. Ja. En nou zit hij lekker naar Joefie te kijken. Want Joefie doet gek, hè? De gekke Joefie, hè? Ja. Knappe vent. Ja. Ben je nog moe? Och, hè toch? Lekker ook bij mama even zitten nog, hè? Ja. Ik heb mijn mama zitten. Ja, ja. Zo, gaat onze Jordi voorbij. Ei, ei. Nee, nee, nee. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik niet meer gevlogd. De kindjes zijn lekker gaan slapen. Ik ben hier nog even gaan opruimen. En daarna zijn we eigenlijk naar bed gegaan. Maar zo moe. En nu is Jordi
de fles aan het drinken. Liam die was vanochtend om 6:30 al wakker. Die heeft nog eventjes bij ons in bed geknuffeld en gekroeld. En daarna zijn we naar beneden gegaan. Hebben we Liam de fles gegeven. Niels die is daarna zijn eten gaan doen. En is aan gaan kleden naar zijn werk gegaan. En nou is Jordi wakker, hè? Een lekker flesje aan drinken. Dus ja, laat de ochtend maar beginnen. Strakjes gaan de kindjes naar Bianca toe. Want ik en Niels moeten naar het ziekenhuis vanwege 20 weken echo voor de kleine. Ik ben morgen 19 weken en het moet tussen de 19 en de 21ste week, weet ik het. In ieder geval, ze zeiden in het ziekenhuis dat het nu gewoon prima kon. Dus daar gaan we naartoe. Het grote schaap ligt al in bed. En nou gaat dadelijk het kleine schaapje ook naar bed. Ben jij moe? Ja, wat is het dan? Ik ben een beetje zeurderig. Ondertussen ben ik met mijn been aan het wiebelen. Wat is er? Hebben je. Vertel het ze. Oh. En toen? Met je mooie oogjes. Oh, is moe. Ik ben niet moe. Mama, ik ben niet moe. Dat lijkt me zo. De kindjes zijn bij tante Bianca. En wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. 20 weken echo. Ben benieuwd. En jij? Ja, maar je moet even opletten. Ja, dat klopt. Ja, in ieder geval, jullie horen later wel hoe en wat. Wij zijn inmiddels weer thuis. Liam krijgt een lekker flesje. Jordi is nog aan het spelen. En die krijgt dadelijk ook een flesje. Nu krijgt Jordi de fles. Hij heeft lekker zijn pyjama aan. En zijn fles is al bijna op, want hij zuipt als een ketter. En papa, we hebben vandaag die 20 weken echo gehad. Hoe heb je het ervaren? Ja, het was leuk om onze kleine weer te zien. Het was wel raar, want er was niks bijzonders. Hij was gewoon gemiddeld. En wij zijn gewend dat er altijd wel iets op aan te merken is. Ja. Bij Jordi was te klein. Liam die had een golfballetje op zijn hart, wat een indicatie is voor Down-syndroom. En dit kind heeft geen indicatie voor iets. Nee, is gewoon gemiddeld. En daar zijn we hartstikke blij mee. En nou gaan we daar op de bank genieten dat de kinderen slapen, hopen we. Ja. Liam slaapt al. Maar of die de hele avond doorslaapt, dat weten we natuurlijk niet. En Jordi is heel moe. Ja. Die hebben het. In bed legt. Ja, dat is waar. Dan is je in één keer wakker. En Jordi en Liam die hebben een hele leuke tijd gehad bij tante Bianca. Jordi was zo ontspannen dat hij allemaal poepjes heeft gedaan bij tante Bianca. Dus tante Bianca heeft allemaal cadeautjes gehad. En ook allemaal luchtverfrissers, hè? Ja? Ja, ook allemaal scheetjes heeft tante Bianca gehad vandaag. Dat is een goed teken in ieder geval, want dat betekent dat Jordi op zijn gemak is. En dat hij niet de stress heeft om buikpijn te hebben. Dus